Wat doet Jos Meetsen? Ik ben zo'n anderhalf jaar geleden gevraagd om in het bestuur van het cultuurhuis deel te nemen. En met name om te zorgen dat er in het cultuurhuis wat meer reuring komt. En dat wil zeggen dat ik een beetje verantwoordelijk ben voor de wisseltentoonstellingen. En de eerste wisseltentoonstelling gaat over de kleermaker Jean Franke. Wie is Jean Franke? Jean Franke was hier de kleermaker. Hij wilde aanvankelijk in zijn jeugd, toen hij in Reuzel op de kostschool zat, eigenlijk naar de academie. Maar daar verdiende toen natuurlijk nauwelijks brood. En zeker met de grote gezinnen die er waren. Dus hij moest op een gegeven moment het tekenen en het schilderen opgeven. Ten koste van een baan bij zijn vader. Want toen was het Franke en Zoon, de kleermaker, waarvan nu nog steeds de winkel Franke hier in het dorp is. De kledingwinkel. Maar hij werd dus kleermaker en zorgde voor kleding voor de harmonie, voor de pastoors, voor de burgemeester. Alle tenues die hij maakte. En toen is hij getrouwd, 7 kinderen. Dus heel het tekenen, schilderen viel weg. Was eigenlijk dan een hobby van hem? Dat was, hij wilde van zijn hobby eigenlijk zijn dagelijks werk maken, maar dat kon toen niet. En toen is hij zo'n beetje, toen hij 63 is, heeft hij de zaak weer doorgegeven aan zijn zoon Kees Franke, waarvan nu de 2 dochters in de zaak staan. En toen is hij, heeft hij hele tekenen en schilderen heeft hij, niet meer op kunnen pakken. En toen is hij gaan beeldhouwen. En in de loop van 20 jaar heeft hij dus bijna 300 beelden in eikenhout gekapt. En dus een echte beeldhouwer. En hij was autodidact. Hij heeft het zichzelf geleerd met een plank of een stuk hout uit het plankenhuis wat afgebroken werd. En zodoende is hij zo langzaam echt een heel vakkundige beeldhouwer geworden. Hoe lang is deze tentoonstelling nog te bezichtigen? Deze tentoonstelling is nog tot en met 27 september te zien. Daarna is het waarschijnlijk de laatste keer dat je dit werk zo bij elkaar ziet. We hebben een aantal werken in bruikleen van het Streekmuseum De Achtzaligheden in Eersel. Die een collectie hebben van 40 beelden die door zijn weduwe Fien Franke in 1999 geloof ik geschonken zijn aan het museum. En die daar voor een groot deel natuurlijk in depot zitten, maar die af en toe tentoongesteld worden. En her en der staan ook beelden van hem in het museum daar te zien. Maar dit is een mooie overzicht van wat Jean Franke aan beelden gemaakt heeft. Jos, na deze expositie komt er nog iets anders? Ja, de volgende wisseltentoonstelling hier in het cultuurhuis. Dat is aan de hand van een lezing van Willemien van Dijk Knapen. Die eigenlijk in maart zou gebeuren, maar door de corona moesten we dat laten gaan. En toen hebben we wel de oproep gedaan aan kunstenaars hier in Bergijk en de omstreken om te reageren op het thema flowers, bloemen en planten. En daar hebben zich 25 kunstenaars voor aangemeld. En vanaf 4 oktober tot en met 1 november is hier de tentoonstelling Flowers, Bloemen en Planten. En voornamelijk zijn het schilderijen, maar ook een aantal beelden en glaswerk wat te zien is. Dus dat wordt de volgende mooie tentoonstelling hier.